zo lang, zo ver weg geweest. En dan ineens staat er nog één dag. Elena Lindemans verdiept zich in de wereld van de euthanasie. Ze volgt 6 mensen die vanwege psychische problemen niet langer willen lijden en verlangen naar een goede dood. Ik wil gewoon overal van af zijn. Dat in de war zijn en die geestelijke kwalen. Ik kan het gewoon niet meer. Het lijkt net alsof je er een beetje naar uitkijkt. Naar de dood. Naar de dood. Ja, geweldig. Ik heb heel veel zin in. Ja. Want als je nou het huis hebt, moet... Nou, dan hoef ik het niet meer. Dan hoef ik het niet meer. Nee, dan hoef ik het niet meer. Nee. Je hebt er geen zin meer in. Het is niet anders. Uh-huh. Nou, maar ik ben blij, hoor. Het is ook niks meer. Zij wil het leven gewoon echt niet meer. In wat voor vorm dan ook. Of het nou leuk is of mooi is. Want ze zegt ook wel eens van... Ik hoop niet dat er leven is na de dood, want dan moet ik nog een keer. Heb je een datum in je hoofd? Ik hoopte op 26 november. 26 november. Ja, het is wel aardig. Ik heb nog leesclub. En dat vind ik wel leuk om daar nog naartoe te gaan. Ik denk dat 95% van de wereld vindt dat ik een moordenaar ben. Dat vind ik niet leuk, maar in hun context kan ik het ook wel een beetje begrijpen. Als we nu naar het systeem kijken, dan is er goddank een goede procedure. Hè? Maar de mensen die daar buiten vallen, die kunnen voor een trein springen. Of zichzelf verdrinken of een middel nemen waar ze eigenlijk niet zeker weten wat er gebeurt. Dag, lieve Marten. Stream Een Goede Dood op NPO Start.